Ja, ze was een tijdje met zwangerschaps- en ziekteverlof, maar keerde vorige week weer terug in de Tweede Kamer. Simone Kersenboom van Forum voor Democratie, de enige Maastrichtse met een zetel in de Kamer. Simone, welkom. Hoe was het voor jou om weer terug te zijn in Den Haag? Ja, ik ben hier weer 2 weken terug. Ja, het was weer opnieuw in de grote mensenwereld terechtkomen. Je bent heel lang in een babybubbel geweest. Mm. Daar kun je natuurlijk ook enorm van genieten. Mm. Maar nu is het weer terug gewoon aan het werk, weer gewoon even lekker bezig zijn, over dingen nadenken, over belangrijke dingen praten. Ja, het is gewoon fijn om weer terug te zijn. Ja, en is het dan toch ook lastig om die babybubbel even los te laten weer? Ja, uiteraard. Ik denk dat bijna iedere moeder dat kan zeggen. Je bent met zwangerschapsverlof 24 uur per dag ben je bezig met een kleine die je hele wereld is. Mm. En om dat even los te laten, ja, dat vraagt toch nog wel wat tranen en emoties. Ja, dat geloof ik, ja, ja, ja. Kun jij ons meenemen, want je bent de enige Maastrichtse in de Tweede Kamer, zoals ik al zei. Kun je ons meenemen hoe de week er dan uitziet van een Tweede Kamerlid? Oh ja, zeker. Nou, het begint op een dinsdag begint het officieel. Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben wij dan vergaderdagen. Op een dinsdag begint het normaal met fractievergaderingen. En dan gaan we even met elkaar de hele week doornemen. De dagplanning, de weekplanning, wie doet welk debat. En dan op dinsdag zijn ook traditioneel de stemmingen. Dus zo begint de dag de regeling van werkzaamheden waarmee we gaan bepalen. Hè, wat voor debatten er nog gaan komen. Mm-hmm. Het vragenuurtje, of er belangrijke dingen zijn gebeurd in het weekend. Ja. Willen we even met de minister een vraag daarover stellen. En daarop ook natuurlijk antwoorden kunnen krijgen. En ja, zo gaat het een beetje. Dus dinsdag is gewoon het fundamentele dag voor de regeling. En de rest van de week ben je bezig met commissievergaderingen, mm-hmm. Plenaire vergaderingen en stemmingen. Ja, precies. Je bent dan Maastrichtse in Den Haag. En dan is het altijd zo dat bij verkiezingen bijvoorbeeld, dat men zegt van ja, ik ga me ook heel erg inzetten voor die Maastrichtenaar. Wat doe jij dan bijvoorbeeld voor de Maastrichtenaar? Wat kun jij betekenen voor de Maastrichtenaar? Nou, natuurlijk voeren wij zijn de controlerende factor in de Tweede Kamer voor het landelijk beleid. Mm. Ja, dus wij zijn dan een beetje het idee van, ja, de overheid komt met ideeën. Vinden wij dat wel goed voor de Maastrichtenaar? Vinden wij dat goed voor de Limburger? Ja, uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat, ja, we zijn allemaal Limburgers. En ja, de Maastrichtenaren die kunnen daar ook iets vinden. Maar uiteindelijk moeten we gewoon zorgen dat de gemeente goed beleid krijgt die zij ook kunnen uitvoeren. Dat ook gewoon echt hun taak is om uit te voeren. Mm. Ja, en dat is wat wij in Den Haag kunnen doen voor de Maastrichtenaar. Uiteindelijk komt er ook op neer. He, als dat, ja, helaas, dat wij een hele kleine partij zijn in de Tweede Kamer met 5 zetels. Wij bepalen dat beleid helaas niet. Mm. Maar we kunnen wel proberen bij te schuiven van, ja, dit moet een stukje beter kunnen, motie indienen. Maar uiteindelijk komt erop neer wat de coalitie wil en wat zij wil dat er uitgevoerd wordt. En wat de gemeente dan ook moet gaan doen. Ja, ja, ja. Wat zijn de grote dossiers waar jij bij je terugkomst je mee bezig gaat houden? Ja. Nou, ik merkte wel, ik zit op onderwijs en buitenlands beleid, maar ik merkte wel nu dat ik zelf ook een dochtertje heb, dat onderwijs toch veel zwaarder gaat spelen. Ik heb me altijd gefocust op hoger onderwijs, omdat ik daar zelf ook een achtergrond in heb. Maar dat merkt u nu ook de afgelopen tijd, de ophef rond de week van de lentekriebels. Ik denk dat we misschien een meer fundamenteel gesprek met elkaar moeten gaan hebben in de Tweede Kamer over primair onderwijs. Ten eerste, wat willen we dat onze kinderen leren op school? En ten tweede, wie gaat de opvoeding van onze kinderen eigenlijk doen? Want dat speelt nu heel erg in Den Haag, want je merkt natuurlijk met de week van de lentekriebels daar opheffen, er was weinig transparantie, ouders maakten zich zorgen. En dat is natuurlijk ook het fundamenteel gesprek tussen traditioneel links, dus de, ja, zeg maar je socialistische en communistische partijen met die achtergrond, en tussen liberaal en conservatief. Want waar de linkse partijen wil dat de staat meer inspraak heeft over wat kinderen leren op school, dus dat de staat zich meer bezig houdt met de opvoeding van de kinderen, hebben liberalen en conservatieven, dus traditioneel rechts, willen gewoon liever dat de overheid zich helemaal niet bemoeit met het privéleven van mensen. En daar moeten we toch even naar kijken, want oké, dan krijgen die kinderen allemaal les over seksualiteit op school. En voor sommige mensen is dat prima, andere ouders maken zich daar zorgen over. Ja, en dan natuurlijk ook ten tweede, wie gaat het kinderen opvoeden? Partijen zoals D66 willen dan een langere, een rijke schooldag. Maar dat betekent dat kinderen langer op school zijn. Mm. En dat ze dus ook langer weg zijn van hun families en hun ouders. En dat vinden wij dan weer geen goed idee. Ja, dus ik denk dat we terug moeten gaan naar het fundamentele vraagstuk van, wat willen dat onze kinderen leren en wie willen we dat onze kinderen opvoeden? Oké, daar ga jij je dus mee bezighouden. Absoluut. Ja, oké. Okay. Dan zit je in een partij die nogal uitgesproken types in de Kamer bij zich heeft. Zoals Thierry Baudet, Guillaume van Meijeren.
heren die vaak in opspraak zijn door bepaalde uitspraken. Jij in je tijd voor je zwangerschapsverlof bent dat eigenlijk nooit geweest. Is dat een bewust iets dat je je daarvan weghoudt of is dat iets wat geleidelijk ontstaat? Nou, ik denk dat het ook gewoon meer met persoonlijkheden te maken heeft. Ik ben zelf ook een heel rustig persoon. Ik ben historicus van opleiding. Ik had liever mijn hele leven in de archieven doorgebracht. Ik hou mezelf ook wel gewoon vaker meer op de achtergrond. En ja, vanuit een academisch perspectief ga ik het debat ook op een hele andere manier aan. De uitgesprokenheid is natuurlijk gewoon belangrijk. Want we zijn een partij die gewoon fundamenteel van mening verschilt op heel veel belangrijke dossiers. Maar persoonlijk ben ik meer iemand die dan... Ik kan tegenover iedereen zitten en ik respecteer die mening. En ik begrijp ook waar hun mening vandaan komt. Maar ik ga dan liever op een rustigere manier het debat aan. Mm. Ja, en dan als je rustig bent in de Kamer, dan kom je niet heel vaak in opspraak. Ja, precies. Denk je dan wel eens bij jezelf van, goh Thierry, dat had wel wat rustiger gekund? Ja, misschien dat wij af en toe even verschillen van mening op de manier waarop dingen gezegd worden. Maar tezelfde tijd... Ja, je hebt mensen nodig met charisma in de Kamer. Je moet een beetje in opspraak kunnen komen. Want politiek, het gaat over fundamenteel belangrijke dingen in onze samenleving. En vooral nu dat we van crisis naar crisis gaan. Ik denk dat ook gewoon dingen gezegd moeten worden op een manier waardoor mensen een beetje wakker geschud worden. Ja, en daar heb je zekere persoonlijkheden, zoals een Thierry, als een Gideon. Ja, die dan toch even dat debat gaan aanwakkeren. Ik heb het idee dat jullie partij ook vaak met de nek wordt aangekeken in de Tweede Kamer. Is dat zo? Ja, ik denk van wel. Dat merk je ook met ministers tijdens een debat. Hè, die dan gewoon absoluut die gewoon omdraaien, met hun mobieltje bezig zijn als dan een van onze Kamerleden spreekt. Ja, en dat is natuurlijk jammer. Want je hebt liever dat mensen dat debat aangaan. Mm. En ook al zijn ze het niet met jou eens of de toon of de manier waarop iets plaatsvindt, laten we dan gewoon op inhoud met elkaar in debat gaan. Ook al vind je ons niet leuk, ook al vind je ons niet fijn. Ja, laten we gewoon dat gesprek aangaan. Want anders, wij vertegenwoordigen wel mensen die gewoon op ons gestemd hebben. Wij vertegenwoordigen wel een deel van de Nederlanders. Ja. Ja, en die verdienen toch dat daar een debat mee aangegaan wordt. Ja. En is het dan ook zo dat als je bijvoorbeeld in de gang Mark Rutte tegenkomt, dat die je dan ook niet groet of zo? Moet ik dat zo zien? Nee, dat valt mee. Achter de schermen gaat het vaak normaal. Kun je het best wel goed met elkaar vinden. Ja. Moet ik eerlijk zeggen, het is niet zo gemoedelijk als wat ik gewend ben in de provincie hier in Limburg. Ja, dat is natuurlijk veel zachter en veel fijner. Maar dat is natuurlijk ook omdat in Den Haag de verschillen gewoon veel groter zijn. Ja. Maar ik kan niet zeggen dat het helemaal verschrikkelijk is in de Tweede Kamer. Nee, niet. Oké, gelukkig maar. Je had het al aan, de provincie. We moeten toch even naar die verkiezingsuitslag. Ja. Waarbij, neem ik aan, Forum voor Democratie gewoon een teleurstellende uitslag behaald heeft. Dan moeten we ook eerlijk over zijn. Wij hadden ook iets meer verwacht van die verkiezingen. Maar we zijn uitgekomen op één zetel in Limburg. Ja, we hadden er op twee gehoopt. De peiling hadden ons op twee gezet. Bijna drie. Dus dat verwachten we wel een beetje. Maar het is natuurlijk ook een verscheidenheid van factoren. Hè. Er zijn een paar externe factoren. BBB, BVNL, die dan een beetje een kamikaze-actie heeft gevoerd door net geen zetel zelf te halen, maar net genoeg stemmen heeft gehaald om ons een tweede zetel weg te halen. Ja. Maar ik denk dat zelfreflectie ook heel belangrijk is. En volgens mij was het Ipsos, heeft onderzoek gedaan naar hoe de verschuivingen onder de stemmers zelf heeft plaatsgevonden. Dus wie heeft in 2021 op de Tweede Kamer op partij gestemd en waar zijn die kiezers nou beland? En bij Forum werd het duidelijk dat 40% van onze kiezers niet zijn komen stemmen. Okay. Dus ik denk dat daar een grote taak voor ons ligt. Hoe komt dat? Dat vraag ik me dus ook af. Provinciale statenverkiezingen zijn traditioneel een veel lagere opkomst. Mm. Ook in Limburg. Er zijn ook gewoon onderzoeken naar gedaan dat Limburg als een predominante katholieke provincie minder mensen gaan naar de provinciale staten in verkiezingen. Protestanten zijn dan traditioneel meer. Die gaan vaker naar de stembus. Bij gemeenteraadsverkiezingen is Limburg juist weer heel hoog, omdat wij een enorm gemeenschapsgevoel hebben. Dus het is interessant en ik denk dat we daar een beetje moeten op gaan inspelen. Op hoe gaan we onze mensen blijven aanmoedigen om naar de stembus te gaan? Ja. En de Eerste Kamer hebben jullie twee zetels dan gehaald. Klopt. Maar dat is dan niet genoeg
ook met die provinciaal erbij geteld, dat jij een zetel in beide kan krijgen. Zeg ik dat goed? Ja, maar dat kan. Je kan niet in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer een zitting nemen. Dat is van elkaar uitgesloten. Wat had je liever gehad? Had je liever in de Eerste Kamer gezeten? Nou, het was een beetje het idee van, ik vond het heel moeilijk ook om weer terug te gaan naar de Tweede Kamer met een baby in Maastricht. Ja, dan merk je toch dat die afstand enorm groot is. En ik ben in gesprek gegaan met onze partij van, hoe gaan we dit doen? En zeg maar, we willen heel graag dat je toch, als je besluit om uit de Tweede Kamer te gaan, dat je dan toch inhoudelijk betrokken bij blijft. Dus waarom ga je niet op 3 staan voor de Eerste Kamer? En dan kun je uiteindelijk gewoon ook zelf die beslissingen overwegen. Maar tot nu toe vind ik het gewoon heel fijn eigenlijk om terug te zijn in de Tweede Kamer. En ja, dat op en neer reizen, nou, dat kan er ook gewoon bij. Ja, oké. Nou, ik ga je heel veel succes wensen, Simone. Dank je wel voor je toelichting. Dank je wel, Stefan.